En tot slot schiet de cynicus dan toch los uit zijn timeloop en uit zijn ingewikkelde emotionele spiraal van zachtheid en gêne. Niet zozeer door een nieuw verworven moreel besef, maar veeleer door het bevrijdende inzicht dat een tedere blik de wereld oneindig veel interessanter maakt. Mooi, hè? Voor mij was dat iets waar je houvast aan hebt. En ik vind het ook iets wat zijn schrijverschap het geheim ervan eigenlijk verklapt. Deze week ging me een licht op. Al jaren praat ik over data, datasturing en databescherming. Om duistere redenen noemen anderen dat beschermingsthema privacy. En dat heb ik nooit goed begrepen. Maar pas deze week zag ik welk fundamenteel maatschappelijk misverstand door dat rare begrip privacy is ontstaan. Ik ga het hier nog eens rustig aan mezelf uitleggen. U kunt meelezen als u daar het geduld voor kunt opbrengen. Het is een van de meest ingrijpende thema's van de eeuw en het belangrijkste praktische inzicht dat ik ooit heb gehad. Maar het sprankelt niet echt. Het glinstert en fonkelt niet. Dus ik kan me voorstellen dat u liever van meelezen afziet. Even goede vrienden. Neem iets te drinken. Ik ploeter wel door. Ja, prachtig toch? Ik hou heel veel van Maxime Februari als schrijver en als mens. En omdat eigenlijk voor mij de manier waarop hij zijn gasten verwelkomt ook iets zegt over hoe hij denkt en schrijft. Namelijk, altijd als hij de deur open doet, dan doet hij eerst een stapje naar voren en dan een stap terug. En hij heet je welkom, er zit een soort bescheidenheid in en een totale gentleman is het ook. Je voelt je heel welkom en ook meteen bekeken op een fijne manier. Dus hij observeert heel goed, dus ik voel meteen ook dat ik er ben. Hij maakt de grote thema's van deze tijd, de dataverzamelingen, de overheid die zich opdringt, op een hele prettige manier inzichtelijk. Hij kan charmant schrijven, hij kan heel dwingend schrijven en dat doet hij over thema's die ontzettend relevant zijn. En op een jaloersmakend goede manier, waardoor je tot inzichten komt, waardoor je denkt, ja, zo zit het, dat is precies wat het is. Alles wat je niet zou kunnen verwoorden en alles wat mensen zouden kunnen denken of wat je intuïtief aanvoelt, kan hij in woorden vatten. Dus het zijn, als je zijn werk leest, is het voor mij heel vaak, oh ja, zo is het. Maar dat je niet, als hij het niet in woorden had gevat, had je dat inzicht misschien niet gehad. Hij kijkt met een tedere blik naar de samenleving, komt dan tot een scherpe analyse en verwoordt die vervolgens, deelt die met ons op een schijnbaar achterloze zinnen, maar die zijn zorgvuldig geconstrueerd en met een soort lichtvoetige ernst. En de echte werkelijkheid, wat gebeurt daarmee? Die krimpt. Na de datafisering blijft de oude wereld uitgelubberd achter, leeggelopen. Ze ligt op de bodem van het heelal als een plasje plasma. Ik vind dit zo'n mooie zin, omdat eigenlijk alles erin zit waar Maxime zo goed in is. Het is zowel grappig als ernstig. Het is fictie en non-fictie. Je moet lachen en je wordt er wanhopig van. De mooiste zin van Maxime Februari haal ik uit een column van december 2019. Hij staat tussen twee zinnen die ik erbij lees. Natuurlijk is de mensheid onschuldig sinds ze uit het paradijs is gevallen. Maar het lijkt wel alsof de schuld met de dag groeit. Mijn tas bij de deur zit vol erge problemen en nog veel ergere oplossingen. De wereld kraakt. Dat was hem. Mijn tas bij de deur zit vol erge problemen en nog veel ergere oplossingen. Ik denk dat Maxime Februari een van de weinige schrijvers is die wij hebben, die op een toegankelijke manier schrijft over onderwerpen zoals data en digitale technologie. Zonder dat het saai wordt, maar ja, heel grappig, aangrijpend en ook wel activerend voor mij. Februari's taal doet mij vaak aan die van Judith Herzberg denken. Hun beelden zijn bedrieglijk alledaags. Hun woorden zijn zelden of nooit verheven.
Hun gedachten zijn dat wel. In die klare taal gids februari ons door een moderne wereld waarin technologie het leven veraangenaamd, verstoort en versluiert. Erge problemen en nog veel ergere oplossingen. Februari denkt daar hardop over na en wij luisteren met hem mee. Je wil heel graag bij Maxime. Het is niet eens zozeer dat je heel graag wil weten wat hij ergens van vindt, maar je wil, dat heb je bij sommige columnisten, maar bij hem heb je het meer dat je eigenlijk überhaupt wil weten waar hij aan denkt. Je wil eigenlijk heel graag weten waar Maxime Februari over nadenkt, omdat het vaak dingen zijn waar ik in ieder geval zelf niet heel veel over nadenk, waar ik ook niet in ingevoerd ben, en maar waarvan je wel voelt dat het de dingen zijn die op het spel staan nu. Dus hij gaat altijd verder dan alleen maar je mening bijstellen. Ik vind het vrij fundamenteel, laat hij je ergens over nadenken.